Maurits Cornelis Escher. Quasi-ruimtelijkheden. Wanneer je naar een tekening van deze kunstenaar kijkt, denk je eerst dat het gewoon klopt wat je ziet. Pas als je beter kijkt, zie je dat het eigenlijk helemaal niet kan wat je ziet. De Nederlandse kunstenaar die zulke bijzondere kunstwerken maakte, heet Maurits Cornelis Escher. De jonge Maurits bleek heel goed te kunnen tekenen. Zijn vader was een belangrijk ingenieur en stuurde zijn zoon naar de school voor bouwkunde en sierkunst. En je raadt het al, hij had vooral interesse in kunst. Op zijn 24ste begon Maurits met reizen naar landen als Spanje en Italië. Hij tekende veel landschappen, maar wilde liever maken wat hij in zijn hoofd had zitten. In gedachten speelde hij met allerlei wiskundige vormen, zoals kubussen en driehoeken. Hij begon deze figuren te tekenen op een manier waarop ze eigenlijk onmogelijk werden. Daarmee wil hij ons laten zien hoe onze ogen ons kunnen bedriegen. Zoals hier, bij de opbouw van dit schilderij met de kubussen, denk je dat je weet wat er gaat gebeuren. Maar kijk eens, er gebeurt iets heel anders. En toch blijft het wiskundig allemaal kloppen. Keith Haring. Compilatie 1. Keith Haring was een Amerikaanse kunstenaar die bekend is geworden door zijn kleurrijke, stripachtige tekeningen. Hij werd geboren in 1958 en stierf in 1990. Hij is dus maar 32 jaar oud geworden. Toch heeft hij in zijn korte leven veel kunstwerken gemaakt en is hij over de hele wereld beroemd geworden. Al op jonge leeftijd tekende Keith erg veel. Hij keek goed naar het werk van zijn vader, die ook een soort stripverhalen tekende. Ook ging hij vaak naar musea en las boeken over moderne kunst. Toen hij 19 jaar oud was, verhuisde hij naar New York en ging daar naar de kunstacademie. Keith werkte hard op school en ontwikkelde een heel eigen stijl. Hij maakte krijttekeningen in de metro, maar ook tekeningen op straat. Deze kunstwerken op openbare plaatsen werden door veel meer mensen gezien dan wanneer ze in een museum zouden hangen. De kunst van Keith Haring wordt door sommigen pop art genoemd, maar door anderen ook wel graffiti en moderne kunst. Zijn stripachtige schilderijen gingen vaak over voor hem belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over discriminatie. Je herkent zijn werk meteen aan de tekenachtige stijl met felle kleuren en de zwarte lijnen om al zijn figuren. Net als in het schilderij, in dit filmpje. Keith Haring. Compilatie 2. In het midden van de jaren 80 liet Keith Haring in allerlei musea over de hele wereld zijn schilderijen en beelden zien en maakte hij ook ter plekke nieuwe kunstwerken, zoals graffiti op de muren. Hij kwam ook naar Amsterdam voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum, waarbij hij alle wanden in het grote trapportaal beschilderde met zijn stripachtige figuren. In die periode maakte Keith ook veel kunst om dingen te versieren, bijvoorbeeld vazen of t-shirts. Hij beschilderde toen ook het lichaam van een bekende zangeres, Grace Jones,
voor in haar videoclip I'm Not Perfect. In zijn eigen winkels in New York en in Tokio verkocht hij kunstproducten die voor iedereen betaalbaar waren. Hij vond namelijk dat kunst niet commercieel moest zijn, maar juist voor iedereen bereikbaar. Toen hij in 1988 te horen kreeg dat hij de ernstige ziekte AIDS had, gebruikte hij dat onderwerp vaak in zijn kunst. Keith Haring is in 1990 overleden aan de gevolgen van deze ziekte. Inmiddels is zijn werk ontzettend populair. Kijk maar eens op internet, dan zul je vast de tekenstijl van Keith Haring herkennen. Joan Miró, Le Coq, de haan. Een van de beroemdste kunstenaars uit Spanje was Joan Miró. Als kind tekende en schilderde hij al heel graag. Toen hij wat ouder was, ging hij kunstlessen volgen aan een bekende school in Barcelona. Op deze school moest hij van zijn leraren heel precies leren werken. De dingen die hij tekende, moesten er realistisch, dus levensecht uitzien. Maar toen Joan 19 was, kwam hij terecht op een andere kunstopleiding. Daar hoefde hij juist niet alles zo echt mogelijk te tekenen. Je noemt dat niet realistisch, of eigenlijk surrealistisch. Dat vond hij veel leuker en dus besloot hij om helemaal in die stijl te gaan werken, het surrealisme. Joan maakte het liefst kunstwerken die te maken hebben met de natuur en het leven. Veel kleur vond hij ook heel belangrijk. Dat zie je allemaal terug in deze kraaiende haan. Hij tekende en schilderde steeds meer op een manier, zoals jij dat misschien ook wel doet. En daarom vinden veel kinderen het werk van Joan Miró vaak heel mooi en ook leuk. Vincent van Gogh, Slaapkamer te Arles. Je hebt vast wel eens van hem gehoord, Vincent van Gogh. Hij is een van de bekendste schilders die ooit hebben geleefd en is dus wereldberoemd. Het is daarom extra leuk dat Vincent gewoon een Nederlander was. Hij werd namelijk geboren in Zundert, een plaatsje in Noord-Brabant. Het was toen 1853. Dat is dus al ruim 150 jaar geleden. De schilderijen van Vincent vallen onder het impressionisme. Een moeilijke naam, maar misschien herken je het woord impressie. Dat betekent wat je op dat moment ziet, een indruk. Vincent schilderde dus wat hij op dat moment zag en vervormde dat een beetje. Daardoor krijgt het wat beweging. Is het je al opgevallen dat de lijnen van het raam, de spiegel en het schilderij niet helemaal recht lopen? Vincent schilderde ook vooral wat hij op dat moment voelde. Als hij vrolijk was, schilderde hij vaak met felle kleuren. Was hij somber of neerslachtig, dan gebruikte hij wat meer donkere kleuren. Ook gebruikte hij soms kleuren die helemaal niet zo goed bij elkaar passen. Ook dat is impressionisme. Vincent ging in het zuiden van Frankrijk wonen, in de plaats Arles in de Provence. Daar maakte hij dit schilderij van zijn slaapkamer. Kun je al bedenken wat de impressie van Vincent was toen hij zijn slaapkamer schilderde? En hoe hij zich toen voelde? Sommige mensen denken dat dit zijn dromen en verlangens waren toen hij net in Arles kwam wonen. Een mooie en rustige plek om te leven. Andere mensen denken dat hij alleen de gezelligheid van een huis wilde laten zien.
Gelukkig weten we ook een beetje wat hij zelf vond. Hij schreef dat het schilderij vooral rust moest uitstralen. Misschien was hij daar wel naar op zoek, of had hij dat in Arles juist gevonden. Vincent van Gogh, gezicht op de kerk van Saint-Paul de Mozol. Vincent van Gogh schilderde het liefst buiten. Dat deden de meeste schilders van het impressionisme graag. Buiten kun je de sfeer van een bepaald moment namelijk goed zien en voelen. Een grote zon teken je bijvoorbeeld als je vrolijk bent. Maar verdrietige momenten kun je makkelijk laten zien met een donkere lucht of met regen. Vincent schilderde graag de natuur, de omgeving en wat er gebeurde. Dat was niet makkelijk, want je weet, de stand van de zon verandert steeds. En daardoor komt een landschap er steeds weer anders uit te zien. Hij moest daardoor snel schilderen en dat kun je ook zien aan zijn schilderijen. Zijn werk ziet er soms een beetje gehaast uit. Vaak oefende hij voordat hij een schilderij ging maken. Dat deed hij door te schetsen, bijvoorbeeld met potlood of krijt. Veel van die schetsen zijn bewaard gebleven. Zo kwamen we erachter dat hij niet zomaar een schilderij maakte, maar dat hij soms dagen zat te oefenen. Vincent heeft veel jaren van zijn leven in Frankrijk gewoond. We maken nu een schilderij van een dorp in Frankrijk. Herken je de kerk, de huisjes en de bomen? Je zult zo zien hoe Vincent het schilderde. Het werd één van zijn bekendste schilderijen. Vincent heeft ontzettend veel schilderijen gemaakt, maar hij werd er niet rijk van. Sterker nog, hij heeft maar één schilderij verkocht tijdens zijn leven. Pas na zijn dood werd zijn werk bekend en wilden mensen er heel veel geld voor betalen. Tegenwoordig hangt al zijn werk in musea. Een veilige plek voor zulke prachtige schilderijen. Frank Stella, Gran Cairo. Frank Stella werd geboren in 1936 en is een Amerikaanse schilder en beeldhouwer die tot op de dag van vandaag bijzondere kunstwerken maakt. Hij studeerde aan de kunstacademie en op zijn 22e verhuist Frank naar New York. Daar maakt hij een van zijn eerste grote kunstwerken, de Black Paintings, de zwarte schilderijen. De stijl waarin hij die schilderde heet het minimalisme. Dat betekent dat je met zo min mogelijk een kunstwerk maakt. Minimaal dus. Deze schilderijen zien er eenvoudig uit. Vaak met rechte lijnen in soms maar één kleur. Frank gebruikt vaak goedkope verf en materialen, zoals kwasten en tape. Materialen die een gewone huisschilder ook gebruikt. Later ging Frank meer kleur gebruiken en soms ook ronde vormen. Ook ging hij kunstwerken maken in 3D. Dat betekent dat hij verschillende materialen bovenop elkaar bevestigde, waardoor het kunstwerk dus diepte kreeg. Frank Stella werd heel populair met zijn kunstwerken. In 2009 kreeg hij van president Obama zelfs de hoogste onderscheiding voor een kunstenaar in Amerika, de National Medal of Arts. Dat is een hele grote eer. In dit schilderij gebruikt hij juist veel kleuren. Heb jij een idee wat dit schilderij voorstelt? Ik denk dat ik het kan raden, want de naam van dit werk is Gran Cairo. En Cairo is de hoofdstad van Egypte, juist. En waar is Egypte vooral bekend door geworden? Door de piramide. Begrijp je het al? Of zie jij geen piramide in dit schilderij? Henri Matisse. Het boeket,
In 1869 werd een groot kunstenaar geboren, Henri Matisse. Hij groeide op in een klein dorp in Noord-Frankrijk. Zijn ouders hadden een winkel. Daarin verkochten ze graan en zaden, maar ook verf in kleuren die ze zelf mengden. In het dorp waar ze woonden werd ook wol en zijde gemaakt in prachtige kleuren, speciaal voor de rijke inwoners van Parijs. Henri zag als kind dus al die mooie kleuren voorbij komen en dat vond hij prachtig. Toen Henri 19 jaar was, werd hij erg ziek. Zijn moeder verzorgde hem goed, maar het heeft wel een jaar geduurd voordat hij weer beter was. Om hem wat op te vrolijken gaf zijn moeder hem een verfdoos. En dat veranderde zijn leven. De kleuren die hij als kleine jongen in de fabriek had gezien, kon hij nu echt zelf gebruiken. Het schilderen werd zo belangrijk voor hem dat hij tekenlessen ging volgen. Op school vonden zijn leraren dat hij niet goed genoeg kon tekenen. Dat kon Henri niet zoveel schelen. Hij ging gewoon door en gelukkig waren er mensen die zijn werk wel mooi vonden. Henri bleef zijn mooie kleuren gebruiken in allerlei maten, vormen en patronen. Het maakte niet uit of het er wel echt uitzag. Het moest vooral vrolijk en speels zijn. Kleuren die niet zo bij elkaar pasten, schilderde hij toch op één doek. Inmiddels was hij niet meer de enige die zo schilderde. Ook andere kunstschilders gingen op die manier werken. Veel mensen vonden het maar niks, dat wilde gebruik van kleuren en vormen. Een journalist noemde de groep schilders in de krant Les Fauves. Dat betekent de wilde beesten. Die kunstenaars vonden dat wel leuk en op die manier is er een nieuwe stijl ontstaan. Het fauvisme. Dus eigenlijk de stijl van de wilde beesten. En dat werd zo een heel nieuwe kunstvorm waarvan Henri Matisse een van de belangrijkste bedenkers was. Henri Matisse, Polynesië. Het was een bijzondere man, die Henri Matisse. Hij was zo geboeid door kleuren dat hij ze op allerlei manieren wilde gebruiken om vormen en ook gevoelens uit te drukken. Hij speelde zijn hele leven met kleuren en probeerde er van alles mee uit. Daardoor kreeg zijn werk bijna altijd iets vrolijks. De manier van werken die hij hier gebruikt noemen we collage. Het is een techniek waarbij de kunstenaar vormen uitknipt en ze vervolgens op een vel papier of op schildersdoek plakt. Henri Matisse was niet alleen maar bezig met de vormen en kleuren uit zijn eigen omgeving. Hij hield zich ook bezig met Oriëntaalse kunst. Dat is kunst uit Oosterse landen waar ze prachtige kleurige tapijten en wandkleden maken. Net als in het werk van hemzelf zie je hier ook vooral de vele kleuren en patronen. Aan het einde van zijn leven, toen hij een oude en bedlegerige man was, werden de vormen en kleuren die hij gebruikte steeds eenvoudiger. Het werk uit deze periode ziet er daardoor nog frisser en vrolijker uit dan vroeger. In het laatste jaar van zijn leven maakt hij dit soort collages op groot formaat. Een bekend werk uit die tijd is dit schilderij met de titel Polynesië. Hierin kan je precies zien waar Henri Matisse zo goed in was. Hij verstond de kunst om met een simpele vorm, die uit vloeiende lijnen bestaat, de indruk te geven van een voorwerp of van een dier. Zoals hier, de vogels in de lucht. Ondanks zijn slechte gezondheid is Henri Matisse toch nog 85 jaar oud geworden en heeft daardoor een heleboel van die prachtige schilderijen kunnen maken. En daar kunnen wij gelukkig nu nog steeds van genieten. Henri Matisse, de slak. Toen Henri Matisse ongeveer 70 jaar oud was, werd hij erg ziek.
Zo ziek dat de dokters hem vertelden dat hij niet lang meer zou leven. Vanaf dat moment besloot hij om niet meer te luisteren naar mensen die vonden dat hij anders moest werken. Dat veranderde zijn schilderijen, omdat hij nu alleen maar maakte wat hij echt zelf wilde. Hij maakte steeds eenvoudigere vormen en patronen. Daardoor werd zijn werk veel minder realistisch. Maar Henri ging helemaal nog niet dood. Hij bleef nog zeker 10 jaar leven. Hij kwam wel in een rolstoel terecht en dat zorgde ervoor dat hij niet meer staand kon schilderen. Dat was natuurlijk niet leuk, maar Henri was een man met een optimistisch karakter. Hij noemde deze periode dan ook zijn tweede leven. Hij ontdekte namelijk dat hij ook prachtige kunst kon maken met knippen en plakken. Iets wat hij gewoon vanuit zijn rolstoel kon doen. Wat natuurlijk niet veranderde, was het gebruik van al die mooie kleuren. Het leverde zijn meest bekende en populaire kunstwerken op. Zoals ook bij deze, de slak. In dit schilderij plakte hij de uitgeknipte vormen in een spiraalvorm, om zo het slakkenhuis uit te beelden. Nu je dat weet, kan je het misschien wat beter zien. Schilderen met scharen noemde hij het. Henri verfde velle papier in kleuren, knipte daar dan allerlei vormen uit en plakte die met lijm op schildersdoek. Vaak waren deze doeken heel erg groot. Het maakte hem gelukkig. Hij vertelde: "Ik heb mijn hele leven nodig gehad om te komen waar ik nu ben. En om te kunnen maken wat ik nu maak. Ik voel me nu echt helemaal vrij." Pablo Picasso, acrobaat. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van Pablo Picasso. Hij was een van de grootste Spaanse kunstenaars die ooit hebben geleefd. Pablo werd in 1881 geboren. Als kind had hij al groot talent en maakte mooie tekeningen. Hij ging naar de kunstacademie in Barcelona en moest daar volgens de regels van deze school tekenen en schilderen. Dat hield hij een tijdje vol, maar wilde al snel zijn eigen gang gaan. Toen Pablo 19 werd, vertrok hij naar Parijs. Daar raakte hij bevriend met de schrijver Max Jacob. De twee vrienden gingen samenwonen in een kleine woning om de kosten te kunnen delen. Ze hadden maar 1 bed, waar Pablo overdag in sliep en Max 's nachts. In de nacht werkte Pablo dan aan zijn schilderijen. Gelukkig werd hij steeds bekender en kreeg dus wat meer succes. Omdat hij daardoor minder ongelukkig was, werden zijn schilderijen ook wat vrolijker. Pablo gebruikte lichtere kleuren en leukere thema's, zoals het circus. Hij veranderde vaak van stijl. Dat kwam omdat hij graag experimenteerde met nieuwe technieken. Op dit schilderij wil hij de beweeglijkheid laten zien van het lichaam van de acrobaat. Hij schildert het niet precies zoals het er in werkelijkheid uitziet. Dat noemen we surrealistisch. En toch is het hem gelukt om er de vorm van een mens in te herkennen. Pablo Picasso werd 91 jaar oud en zijn schilderijen zijn wereldberoemd geworden. Vilmos Huszár, de schaatsenrijders. Vilmos Huszár heeft dan wel het grootste deel van zijn leven in Nederland gewoond, maar hij was eigenlijk een Hongaar. Hij werd in 1884 in Boedapest geboren, de hoofdstad van Hongarije. Vilmos en zijn ouders waren Joods. En in die periode was het voor Joodse mensen in Hongarije niet veilig. Om die reden hebben ze hun familienaam van Hertz veranderd in Huszár. Vilmos kreeg al op jonge leeftijd kunstonderwijs in Boedapest en verhuisde daarna naar Duitsland om nog beter te leren schilderen. Toen hij 21 jaar oud was,
leerde hij een Nederlandse vrouw kennen die ook schilderde. Zij nam hem mee naar Nederland. Het beviel hem hier zo goed dat hij besloot om in Den Haag te gaan wonen. Zijn eerste geld verdiende hij met het schilderen van portretten van rijke mensen. In 1917 richtte Vilmoes samen met andere bekende kunstenaars een groep op, De Stijl. Ze hadden een eigen tijdschrift waarin ze hun schilderijen lieten zien. Dat was erg slim, want dat zorgde voor veel bekendheid. De Stijl moest moderne kunst worden, geen kunst zoals we die al kenden. Het hoefde er vooral niet uit te zien zoals in de werkelijkheid. Vaak zag je alleen maar gekleurde vlakken en rechte hoeken, zoals ook hier in dit schilderij. Als je het van een afstand bekijkt, zie je alleen maar rode, groene en zwarte vlakjes. Maar als je beter kijkt, dan kan je zien dat het allemaal schaatsenrijders zijn. En dat was nou precies wat de kunstenaars van De Stijl wilden bereiken. Piet Mondriaan, tableau 2. Een heel bekende kunstenaar uit Nederland is Piet Mondriaan. Hij werd geboren in Amersfoort in 1872. Je hebt vast en zeker wel eens een schilderij van hem gezien. Ze zijn namelijk over de hele wereld heel bekend geworden. Op jonge leeftijd kreeg hij tekenles van zijn vader en hij zou, net als hem, leraar worden. Maar Piet had al snel een ander plan. Hij wilde zelfstandig kunstenaar worden en ging daarom schilderlessen volgen in Amsterdam. Om geld te verdienen ging hij portretten van mensen schilderen. Ook maakte hij kunstwerken van beroemde schilders na. In 1912 gaat Piet in Parijs wonen. Daar gaat hij veel abstracter werken. Wat hij schilderde werd er steeds minder werkelijk en herkenbaar. Al zijn schilderijen bestaan uit geometrische vormen, horizontale en verticale lijnen met grote en kleine vlakken. Rood, geel en blauw waren de enige kleuren die hij nog gebruikte, samen met zwart, wit en grijs. Het moest vooral rust en harmonie uitstralen. Dat werd uiteindelijk zijn heel eigen schilderstijl. Piet Mondriaan was ook een van de oprichters van de kunstenaarsgroep De Stijl. Samen met de andere kunstenaars ging hij op zoek naar een nieuwe vorm van kunst. Omdat het leven steeds moderner werd, vonden zij dat de kunst dat ook moest worden. De Stijl werd een heel belangrijke stroming in Nederland. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vertrok Piet Mondriaan naar Amerika. Daar in zijn atelier in New York schilderde hij nog enkele jaren door in zijn eigen bekende stijl. Zoals ook in dit schilderij. Toen Piet Mondriaan overleed in 1944, was hij nog druk bezig aan zijn laatste en misschien wel beroemdste schilderij. Victory Boogie Woogie. Roy Lichtenstein, De Stier. Roy Lichtenstein werd geboren in New York in 1923. Zijn ouders verdienden best veel geld. En daarom kon Roy goede schilderlessen volgen aan een bekende kunstenaarschool. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, moest hij net als veel andere jongens het leger in. Pas toen de oorlog voorbij was, kon hij verder studeren en werd leraar in de kunst.
Roy Lichtenstein was dus leraar, maar bleef zelf ook veel schilderen. Hij deed dat niet in één bepaalde stijl, maar wisselde dit af. In 1951 gaf hij in New York zijn eerste tentoonstelling met zijn beste schilderijen. Zijn werk werd steeds abstracter. Abstract betekent dat het er minder werkelijk en echt uitziet. Maar Roy wilde meer. Na jaren schilderen probeerde hij steeds iets anders. In 1961 begon hij met het schilderen van stripfiguren. Enkele van die schilderijen werden wereldberoemd. Maar ook andere afbeeldingen, zoals de stier die je hier ziet. Hij schilderde alsof hij aan het zeefdrukken was. Zeefdrukken is een manier van drukken waarbij elke kleur apart wordt gedrukt en het schilderij dus in laagjes wordt opgebouwd. Je drukt eerst de lichtste kleur, dan de steeds donkerdere en als laatste zwart. In dit filmpje kun je zien hoe dat werkt. In plaats van drukken schilderde Roy dan elke vorm in kleur op het doek. Best wel gaaf, hè? Roy gebruikte vaak dezelfde kleuren. Rood, geel en blauw. Dat noem je de primaire kleuren. Soms gebruikte hij ook groen. Hij is vooral met zijn stripachtige schilderijen heel beroemd geworden. Ook al vonden de mensen dat in het begin helemaal geen kunst. Hij ontwikkelde samen met andere schilders een nieuwe stijl: pop art. Soms heb je met een groep namelijk sneller succes dan in je eentje. En zo werd pop art al snel een populaire kunststijl. Roy Lichtenstein is overleden in 1997 en was toen 74 jaar oud.